Een verkeersruzie is in Lid compleet uit de hand gelopen. Een 69-jarige vrouw komt woensdagavond uit het eetcafé, rijdt achteruit met haar auto hier de weg op en raakt deze Audi. Ze raakt een beetje in paniek, ze gaat op zoek naar de eigenaar van de auto en vindt die uiteindelijk. En dan ontstaat er ruzie. De 69-jarige vrouw wil uit paniek wegrijden, maar het Poolse stel wil dat tegenhouden door voor en achter de auto te gaan staan. De vrouw rijdt gewoon weg en hier neemt ze op de motorkap de 38-jarige Poolse vrouw mee. En de Poolse man hangt aan de zijkant van de auto. Hier aan het einde van de straat komt ze uiteindelijk tot stilstand. En even later in het ziekenhuis overlijdt de vrouw. De vrouw van 69 uit Os is door de politie opgepakt. Wat de rol van de 42-jarige man, de partner van de overleden vrouw, is, wordt nog onderzocht. De politie roept getuigen op om zich te melden.